Nou ja, ik ben gek van jazz en gek van orkesten. Dus ik heb gewoon een orkest bij elkaar gezocht. Ja, big bands, jazz orchestra, hoe u het ook noemt. En ik heb muzikanten bij elkaar gezocht uit het hele land, uit België, uit Duitsland, om hier te komen spelen. Je kan het big band muziek noemen, ik noem het orchestrale jazz. Er zijn zoveel verschillende namen voor. Maar het is gewoon blazers en ritmesectie en improvisatie. Ja? Ik laat me beïnvloeden door diverse stijlen muziek. Niet eens alleen maar jazz, maar wereldmuziek. Popmuziek, het maakt niet zoveel uit. En dat probeer ik te combineren en bij elkaar te brengen. Ik vind het mooi om alle stijlen en tradities, speelmanieren te combineren. Binnen een concert. Dus je kan heel goed een modern stuk hebben en daarna een beetje ouderwets swingstuk. En je kan het ook door elkaar doen, een één en hetzelfde stuk. Je probeert gewoon je publiek te verrassen. En dat hoeft niet eens met de meest avant-garde nieuwste dingen. Het kan natuurlijk wel werken, maar voor mij werkt het ook heel goed om een lekker swingnummer of zo tussendoor te doen. Ik weet dat er wel heel veel Limburgers in de jazz zitten, op heel veel goede plekken en daar hun ding doen. Ze doen het niet allemaal in Limburg, maar ze komen er vaak wel vandaan. Ik denk dat de amateurmuziek in Limburg heel hoog aangeschreven staat en dat daardoor ook heel veel talent zich ontwikkelt en ja, de professionele wereld ingaat. Ik zie wel dat in de harmonie- en fanfarewereld het steeds meer richting lichte muziek gaat. En ik vind dat ook heel goed gedaan moet gaan worden. Dat gebeurt ook op heel veel plekken al. Het zou kunnen dat wij daar ook een voorbeeldfunctie in kunnen zijn. Dat hoop ik. Maar ik denk dat het uiteindelijk toch verder gaat dan dat. Omdat je hier met muzikanten zit die naast uitstekende instrumentalisten zijn, ook heel goede improvisatoren zijn. En dat is natuurlijk iets wat in de HAVA-wereld iets minder naar voren komt. Maar wat misschien wel die lijn zou ingezet kunnen worden, dat mensen daar toch meer aandacht aan gaan besteden. Ja, Amsterdam is wel van invloed, ja. Ja, je ziet, ja, Amsterdam is toch het centrum van deze wereld. Dan bedoel ik dus de jazzwereld in Nederland. En daar is helemaal niks mis mee. Je ziet daar gewoon alles. En je hoort er veel. En je hebt uitstekende docenten. Je hebt mooie workshops op zo'n conservatorium. En dat is dan van invloed. En ik hoop die invloed ook een beetje naar Limburg te brengen. En hier ook mooie dingen te laten zien.